Dan heb ik nu mevrouw Faber, PVV. Ja, komt u maar naar voren. Dank u wel. Ja, dank u voorzitter. U snapt natuurlijk wel dat ik zo'n kans niet laat gaan als enige oppositiepartij in dit huis. Goed, voorzitter. Ja, dat is... Voorzitter, nadat de kiezer gesproken heeft, is het provinciale bestuur aan zet. Ons wordt altijd wijsgemaakt dat de Provinciale Staten het hoogste bestuursorgaan is in de provincie. Maar ik denk dat dat meer de zittende elite is. Want de grootste winnaar zit namelijk nog gewoon in de Provinciale Statenbankjes. Voorzitter, dan de voorgedragen gedeputeerden. Ik ga ze gewoon maar even allemaal af. De VVD, meneer Marking. Eerlijk is eerlijk, hij is een bekwaam bestuurder die het klappen van de zweep kent. In de vorige periode had hij nog een omstreden lidmaatschap bij de Raad van Commissarissen van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Dat schuurde enigszins met zijn portefeuille financiën, maar die heeft hij beëindigd per 1 april 2019. En ik ga ervan uit dat het geen 1 april grap is. De PVV-fractie wenst hem dan ook veel succes. Dan draagt de VVD ook mevrouw Van der Wol voor. Het is ons niet duidelijk welke portefeuille zij krijgt. Ja, ik hoorde net wel al van een inbreng, iets met Lelystad en zo. Maar wellicht kan dat nog nader toegelicht worden. Verder geen bezwaar, welkom in het provinciehuis. Het CDA draagt meneer Drent voor. In de afgelopen jaren hebben wij hem doen kennen als een prettige bestuurder met kennis van zaken. Ik zou zeggen, ga zo door. Ik hoorde wel dat hij cultuur krijgt in zijn portefeuille, dus ik ben benieuwd hoe hij omgaat met de moskee in het Openluchtmuseum. Maar daar gaan we het later nog wel over hebben. Ja, goed. Meneer Kerris van de PvdA heb ik voor het eerst ontmoet in 2011 tijdens een verkiezingsdebat bij de Radboud Universiteit. Hij was toen nog student en was toen al een heel enthousiast socialist. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar hij was wel enthousiast. Deze goed gehumeurde kerel zit bij de juiste partij en wordt nu gedeputeerde. Gefeliciteerd. Eén tip van de PVV-fractie. Die sportschoenen onder een pak, dat kan echt niet meer nu u gedeputeerde wordt. Kijk, bij de PvdA maakte dat niet zoveel uit. Maar nu gaat u het provinciebestuur vertegenwoordigen en dat wordt een heel ander verhaal. En ik mag u zeggen, neem een voorbeeld aan meneer Scheffer. Die zag er altijd tiptoe uit, want daar had hij nou eenmaal de energie voor. Goed, dan kom ik bij meneer Van het Hoog van de ChristenUnie. Hij is 8 jaar wethouder geweest. Dus bestuurlijke ervaring heeft hij wel. Toch is er iets wat ons niet zo lekker zit. Voorzitter, enige jaren geleden hebben wij hier een statenvoorstel behandeld in zaken grondwatersanering Enka de Pluim. Volgens het college is er in februari 2005 een overeenkomst afgesloten met Accordis, het moederbedrijf van Enka. Hierin is vastgelegd dat Accordis niet zal worden aangesproken voor de grondwaterverontreiniging buiten het terrein achter de Bennekomseweg de Pluim. Daarom werd er een rekening van 2,3 miljoen neergelegd bij de provincie. Ik heb aan het college destijds de overeenkomst van februari 2005 opgevraagd. En wat kreeg ik? Een kopie van deze overeenkomst die getekend is op 29 augustus 2006 tijdens een GS-vergadering. Op de overeenkomst zelf staat geen datum en deze overeenkomst, voorzitter, was alleen getekend door de toenmalige commissaris van de Koning. Er stond geen handtekening onder van J.J. Mulder, die de Enka vertegenwoordigde, en P. van het Hoog, de toenmalige wethouder van de gemeente Ede. Tijdens de plenaire vergadering in november 2014 wilde meneer Van het Hoog geen nadere toelichting geven of hij nu wel of niet deze overeenkomst heeft getekend. Maar voorzitter, nu ligt de zaak anders. Meneer Van het Hoog wordt nu voorgedragen voor gedeputeerden. En nu gaat het om vertrouwen. Daarom zou de PVV-fractie graag willen weten of hij nu wel of niet deze overeenkomst heeft getekend. Goed, voorzitter. Ja, ik ben er nog niet hoor. Nee, dat weet ik. Ja, voorzitter. Voorts belanden wij bij meneer Van der Meer. De PVV-fractie begrijpt niet goed waarom juist deze kandidaat is voorgedragen. Ook hij is wethouder geweest. En wel in Eindhoven en in Nijmegen.
Tijdens de periode als wethouder in de gemeente Nijmegen heeft hij zonder medeweten, instemming van de raad, een lening van 100.000 euro verstrekt aan stichting Het Groene Hert. Deze lening werd verstrekt zonder het inbouwen van enige zekerheden. De stichting ging ondanks de impuls van 100.000 euro failliet. En de belastingbetaler had het nakijken. En de lening werd verstrekt op het moment dat het faillissement onafwendbaar was. In januari 2013 werd hij namelijk verstrekt en in mei 2013 gingen ze failliet. Dat was dus vlak daarna. Tijdens een interview gaf meneer Van der Meer de gemeenteraad nog een trap na door dit voorval politiek met een kleine p te noemen. En het af te doen als wethoudertje pesten. Ja, je zou maar destijds in de gemeenteraad hebben gezeten. Ik vraag me ook af wat dit nu doet met meneer Peters. Hier in de zaal zittende. Die was toen raadslid en nu statenlid en fractievoorzitter van de VVD. De VVD moet dus op de hoogte zijn van deze zaak. Dat de VVD in zee gaat met GroenLinks is al niet te volgen. Maar het accepteren van deze kandidaat doet ook nog eens afbreuk aan de eigen kandidaten. Want hoe is dit te rijmen met politieke integriteit? Ik stel deze vraag omdat meneer Van der Meer destijds willens en wetens de wethouder financiën op het verkeerde been zette. Gaat hij dat nu weer doen met meneer Marking, die over de financiën gaat? En in hoeverre gaat meneer Marking hierin mee? Want in hoeverre heiligt het doel de middelen? Dan, voorzitter, dan heb ik nog een vraag aan u. U bent als commissaris van de Koning verantwoordelijk voor de screening. Is dit onderwerp betreffende GroenLinks-kandidaat een punt van aandacht geweest bij de screening? Tot dusver mijn inbreng. Dank u wel. Hartelijk dank. Ik kan u gelijk antwoord geven op de laatste vraag. Dat is niet het geval, omdat er ook geen aanleiding toe is op grond van de screening die heeft plaatsgevonden met Nekker en Van Naam. Dus er zijn in dit geval geen redenen om aan te nemen dat dat enig probleem zou geven. Ik ga over, laten we dat onderwerp gelijk even doorexerceren. Mag ik allereerst vragen de heer Van... Nee, nog niet, dat mag u straks. De heer Van der Meer. Ja. Nee, dat is mooi, dan kan iedereen u goed zien. Zonder al te veel in details te treden, want dat vind ik wel van belang. Of hier. Nou, mevrouw Faber trekt een oud hert uit de sloot. Een groen hert. Het was een lening wat we hebben gegeven aan een project wat heel innovatief was in het begin. En soms kan innovatie ook mislukken. Die lening is vergeven via een vertrouwelijk collegebesluit waar het hele college achter stond. Dat is uit den treuren behandeld in de gemeenteraad. Verschillende keren hebben we daarover vergaderd. Het is vervolgens afgehandeld in de gemeenteraad zonder motie van wantrouwen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, u mag rustig nog even een aanvullende vraag stellen of opmerking maken. Mevrouw Faber. Ja, dank u voorzitter. Er is natuurlijk wel een analyse gemaakt wat er allemaal is gebeurd. En uit die analyse blijkt gewoon, wat er hier, ik heb hier een passage uit het feitenrelaas in zaken het dossier Groene Hart, dat het college van Nijmegen te behoeven van de gemeenteraad in augustus 2013 aan de raad heeft overlegd. En daarin staat gewoon dat u de wethouder van financiën op het verkeerde been heeft gezet. Dus dat staat hier gewoon in het feitenrelaas. En dat komt uit het college waar u zelf in zat. Tot slot, ik wou bijna zeggen de gedeputeerde, maar dat mag nog niet. Nee, we hebben samen met wethouder destijds Bert Jenen hebben we deze lening verstrekt. Dus ik weet niet waar u het op doelt. Oké, hier moeten we het even bij houden, want er is in dit geval politiek gesproken, is, als ik u goed begrijp. Het is wel 10 keer besproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Oké, tot slot nog even mevrouw Van afgehandeld. Ja, ik wil hier toch nog even op ingaan, want ik heb hier een feitenrelaas van het college, van Nijmegen, waar meneer Van der Meer in heeft gezeten. En dat is besproken. En daarin staat dat de wethouder van Financiën op het verkeerde been is gezet. Dus of de raad staat te liegen. Of de kandidaat gedeputeerde staat te liegen. En daar wil ik een antwoord hebben, want deze meneer die zou eventueel in het college komen en dan willen wij wel even weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Okay.